met Chester en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal met Chester. Vandaag ga ik jullie eventjes bedanken in deze video, want zoals jullie weten ben ik deze week weer live geweest op twitch.tv/omgezet.tv omdat ik natuurlijk weer beter ben geworden en daar hebben we natuurlijk weer iets awesomes op bereikt. Ik maak natuurlijk namelijk een video dat ik de 1000 abonnees een tijdje geleden had gehaald, de 2000 abonnees, noem maar op. Maar nu heb ik dus de 1000 followers gehaald op Twitch. En dat is natuurlijk echt super, maar ook echt super awesome. De stream van woensdag was een beetje mislukt. Omdat mijn gekochte PlayStation kaart, die jullie hier zien, die jammer genoeg niet deden. Waardoor ik mijn supply drop opening niet kon doen. Dus ik ga ook, als je deze video op dit moment kijkt, ben ik al terug geweest naar de Bart Smit. Ik weet niet of ik al codes heb gehad. Dat zie je misschien wel op Twitter. Want als deze video online is, ben ik dan naartoe geweest. Hopelijk wel en hopelijk... Ja, snapt de Bart Smit wat er gebeurd is. Want ik heb ze dus afgerekend. Alleen er werkte dus iemand nieuw daar zo. En die heeft ze waarschijnlijk dus niet geactiveerd. We will see wat gaat gebeuren. Anders ben ik dus gewoon mooi €40 kwijt. Dat is een beetje jammer. Maar hey, screw dit. Dit gaan we hier gaan we niet meer over hebben. Die leg ik daar neer. We gaan het hebben natuurlijk over de 1000 Twitch followers. Daar wil ik jullie even heel erg voor bedanken natuurlijk. In ongeveer 10 streams hebben we dit gehaald. Dus echt... super bedankt daarvoor. Vanaf morgen komen er ook weer game video's online. Easy peasy lemon squeeze natuurlijk. Want ik heb deze week super druk met school gehad. Aangezien ik heel veel toetsen moest inhalen. Ik moest gewoon heel veel toetsen inhalen. Omdat ik heel de week ziek was. En ik heb er natuurlijk weer nieuwe toetsen bij gekregen. Dus. Moet ik. Simpelweg even hard knokken voor school. Ik zat op dit moment 3 onvoldoendes. Maar die kan ik ophalen door middel van mijn presentatie met geschiedenis. En als het goed is heb ik nu voor maatschappij weer een voldoende erbij. Dus gaat dat cijfer ook weer omhoog. En dan sta ik er nog even voor Frans. Want mijn cijfers voor Frans. Die ga ik wel even laten zien jullie. Als je even 1 seconde hebt. Dit zijn op dit moment mijn cijfers voor Frans. En ja, schrik niet. Zijn fucked up slecht natuurlijk. Ik weet maar, ik weet niet wat er met mijn Frans aan de hand is. Want het gaat gewoon super slecht op dit moment. En voor maatschappijleer heb ik dus een 4,9 gehaald. Zullen zien die 15 keer meetelt. En voor geschiedenis gaat het wel oké. Okay. Even kijken, waar staat geschiedenis? Geschiedenis. Ja, hier. Geschiedenis heb ik een 5,5 gehaald. Alleen het probleem daarmee is dat ik nog een 5,1 zat omdat ik een 3,5 van mijn SO had. Maar dat ga ik waarschijnlijk wel ophalen met mijn presentatie natuurlijk. Dus laten we hopen dat het lukt. Ik sluit hier bij deze video af. Laat een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Doei!